Je ziet om je heen natuurlijk wel veel gebeuren, ook door hier en daar wat crashes. Maar ja, mensen die vaststaan in de duinen, een beetje helemaal spoorloos zijn. Richtingen zoeken, die ik zelf ook heb moeten zoeken. En bepaalde weekpontjes niet kunnen vinden. En denk ik, ja, het moet hier toch zijn. Het is er allemaal wel wat moeilijker op geworden, het navigeren, zeg maar. Vorig jaar was er toch wel veel mensen wat geklaagd, zeg maar. Dat het niet zwaar genoeg was, de duinen moesten terugkomen. Dat is volgens mij wel gelukt, hè? Dat is helemaal gelukt. Ja, en daarbij het sleutelen erbij, dat is een dubbele dimensie. Maar de duinen, nou, de thuisblijvers hebben in dit geval echt dik ongelijk gekregen. Dit is weer een echte Dakar? Ja, zonder meer. Ja, wat er ook gaat gebeuren in de tweede week. En er zal best wel eens een keer een etappe bij zitten dat we een keer een stukje niet kunnen rijden. Ja, maar we gaan straks ook weer richting Fiamballa, de hete kant, Argentinië op. Dus het is even 2 dagen afwachten wat het gaat brengen hier in Bolivia. Maar dat maakt het er wel extra zwaar op. Dit is een echte Dakar.